Ja. Dan krijg jij van mij een fantastische sleutel voor een fantastisch mooi huis. Ja. Veel geluk ermee in ieder geval. Ja, dankjewel. Ja? De vernieuwing van de wijk rond het Vredesplein in Eindhoven krijgt vorm. Vandaag namen de eerste bewoners hun intrek in de eerste 50 huizen die nu klaar zijn. Nou, daar gaat ie hoor. Daar gaat ie hoor. Hoppa. Doei. Ik ben zeer tevreden met het resultaat. Ja, zeker weten. De wijk in Oud-Woensel krijgt een grondige metamorfose. Want in totaal gaan 400 oude huizen tegen de vlakte. En er komen er weer 400 voor terug. Als je kijkt naar de oude huisjes uit 1920, waar zal het zijn, en nu. Ja, je herkent eigenlijk helemaal niks meer dadelijk van de oude wijk. Maar ik vind het wel heel mooi geworden. Ook omdat de huizen zijn zo divers, snap je? Het is niet allemaal één kleur en allemaal hetzelfde. Dan krijg je weer zo'n saaie, grijze muizenwijk. Wij denken dat in ieder geval de identiteit van een buurt wordt bepaald door ook een beetje differentiatie. Dus als je alles hetzelfde doet, dan is het altijd moeilijk te bepalen van wie nou wat is. Dus we hebben meerdere architecten gevraagd en dat hebben uitgebreid een overleg gedaan met de bewoners. Die uiteindelijk de uitdaging hebben aangenomen om binnen een bepaald budget toch steeds verschillende typen woningen te maken. En volgens mij zijn we daar aardig in geslaagd. De wijkvernieuwing is een flinke klus voor Corporatie Thuis. En de crisis leek de afgelopen jaren even roet in het eten te gooien. We hebben wel een paar keer moeten slikken toen met die crisis. Maar we zijn ons goed bewust, en de bewoners ook, dat als je hier eenmaal aan begint, dan kun je niks anders doen dan het afmaken. Wel of geen crisis, je moet gewoon door. We hebben wel wat gemerkt in de verkoop van woningen, dat wat moeilijker dreigde te gaan, maar dat zit nu ook op schema. Naast 400 woningen krijgt de wijk er ook een nieuw kantorencomplex bij, dat onderdak biedt aan onder meer een gezondheidscentrum. In 2019 moet alles klaar zijn.